verwacht jij van deze rij? Kou. Heel veel kou. Hoop ik. Ijszaag bezig. En het is heel fijn dat hij wat makkelijk zaagt door deze sneeuwmassa. Dan maak ik even een mooie. Oh, dat is hem niet. Dat is hem beter. Nou, vertel eens, wat gebeurt hier? Nou, we zijn hier hartstikke lekkere soep aan het maken. Zelfs Unox, oh nee, het is niet van Unox. We zeggen zelfs, Unox is er zelfs tot in Noorwegen doorgekomen. Maar we zijn hier aan het koken van sneeuw om zo even lekker te gaan eten. En we gaan zo meteen over de knippen naar de Fort Fjellet. Naar de top. Okay. Dus het wordt een topdag vandaag. Zo, Heike, alles goed? Hier is alles goed? Oké. Okay. Wilma, alles goed? Remco? Annerieke, soeplessen, alom. Janneke, ziet er goed uit? Zijn we verdeeld. Ja. Twee mensen vuur en hout. Twee mensen voor de keuken, Remco en ik. Nou, dat is een prachtige keuken geworden. Een mannenkeuken. We hebben drie mensen voor de tenten en matjes opblazen. Wat gebeurt hier, Max? Even plakker maken, want hij ging er afkleien. Oké. Okay. Een beetje die kant op staat. Ik ben al zover dat er een potje met water op kan. Ja. Wat ben je aan het doen, Janneke? Ik ben gat aan het graven voor het vuurtje vanavond. Oké. Okay. Dat het lekker warm blijft. Oké.
Moet dat heel diep worden? Ja, dat moet op de grond, want anders dan kunnen we geen vuurtje bouwen. Het moet op de grond zijn en dat is volgens mij een meter diep. Oké. Okay. Dus ik moet nog wel even. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, zijn we weer. Ja. Lekker geslapen? Ja, fit als een minuutje. Mooi zo. Lekker geslapen? Ja, zeker. Niet koud gehad? Nee. Nee. Beetje verstrikt in de mummie. Maar voor de rest, ja. En ik zie het is hier echt waanzinnig mooi. Hey, goedemorgen Iris. Ja, goedemorgen. Heb je een beetje lekker geslapen? Ja, ik verdeel de nacht altijd in twee. Oh. Voor het plassen, na het plassen. En nee, het was heerlijk. Het was, ik had het niet koud vanochtend. Oh, wat fijn. Ik heb heerlijk geslapen. Ja, het was eigenlijk, ik had het idee, na drie dagen begin ik te wennen. Dus we kunnen nog wel wat langer doorgaan wat mij betreft. Ja, hè, dat gevoel heb ik ook wel heel erg. Ik heb graag gezien. Ja, okay. Ik heb de tent netjes opgeruimd, alle matjes opgevouwen. Kijk. De slaapzakken zijn weer klaar. En nog een beetje dikke ogen. Maar verder zie ik daar in de verte een zonnetje. Ja, mooi hè. Echt, het ja? ziet er stralend uit. Ja. En heb je nog een boodschap voor de kijkers thuis? Ja, meegaan. Sowieso. En ja, het is gewoon super cool. Dus ik snap dat iedereen denkt, oh, kou, niet gaan. Maar ja, dat, daar wen je wel een beetje aan. Fijn. En er zijn momenten dat het heel erg warm is. En ook wel momentjes dat je denkt, oeh, nu is het toch wel een beetje koud. Maar het gekke is dat het wisselt elkaar wel af. Het is niet alleen maar koud. Het is soms ook heel warm in het donze paleisje. Nou, dat is wel goed, want daarom hebben we hem ook natuurlijk. Precies. Oh. Hey, Janneke. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het trappelen, want dan blijven mijn tenen, nou, dat is niet helemaal waar, dan hoop ik dat mijn tenen weer warm worden. Oh, oké. Okay. Okay. Zijn ze koud dan? Heel koud. Oh, jeetje. We hadden net een pannetje en die ging ongeluk om, dus daar moesten we heel lang wachten tot het andere pannetje het water weer warm is voor het volgende ontbijtje. Oh, jeetje. Want wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn ontbijtjes aan het maken. Kijk, oh, dat ziet er lekker uit. Expedition breakfast. En smaakt dat een beetje, jongens? Het smaakt heerlijk. Dat ziet er goed uit, Heiko. Ja, hè? Hele ochtend in de keuken gestaan. Ben je zo'n keukenprins dan? Nee. Nee? Alles behalve dat. Echt waar? Ja, echt. Heb je ook geen specialiteit dat je goed kan maken? Ja, pasta. Pasta. Ja, en vanaf nu dus ook Expedition Breakfast. Ja, kan ik klaar. Ideaal. Wat goed zeg. En na dit smaakvolle ontbijtje, gaat er dan nog wat pruttelen op dit fornuisje of niet? Nee, dan wordt het gelopen, denk ik. Ja. Dan gaan we lopen. Ja. Vandaag geen thee en koffie. Geen thee en koffie. Er is geen water meer voor. En waar gaan we heen? Waar gaan we heen? We gaan teruglopen. We gaan dit mooie gebied verlaten. Het is hier wel prachtig, hè? Oh, het is zo mooi hier. We zitten echt tussen de boompjes. Helemaal vol met sneeuw. Echt te gek. Waar zijn die nou? Welk punt is die aan? Hier ergens in de buurt. Dat, hè? Dus we moeten eigenlijk een stukje zuid eerst, totdat we op het pad komen en dan kunnen we hier richting... Maar dit is geen pad toch, volgens mij? Dit zijn dus in de zomerpaadjes. Dit is een pad. Oh, dus we zouden dus volgens gewoon... mij kunnen we gewoon... Machikidachi, of niet? Gewoon west lopen. West... Ja, een beetje zeg maar op 100 graden, zeg maar. 100 graden? Ja, wacht. Mag ik even? Ja. Hey Wilma. Hallo. Zullen we afdoen? Hoe is het? Heel goed. Ja? Lekker om hier te zijn. Waar ben je nu dan? We zijn nu bij het eindpunt. Seljaasen. Seljaasen, dat is de plek waar we opgehaald worden. Dat klinkt goed. Ja. En de laatste kilometers gingen echt heel fijn.
naar beneden. Het ging ook elke dag beter. De eerste dag wat minder vind ik zelf. De tweede dag een stukje beter. En vandaag, nou ja, ik had er nog wel een paar dagen bij gekund. Wat leuk. Dacht je dat ook aan het begin, na de eerste dag? Na de eerste dag. Nou, ik wist wel dat ik gewoon nog even in moest komen. Ja, de eerste dag vond ik het zwaarst. Maar het was goed te doen. Leuk. Goed te doen. Heb je genoten? Ik heb erg genoten. Ja, ik ben blij dat ik meegegaan ben. Ik kan het iedereen aanraden.